You're welcome, because you are included. Ik ben Tineke Sumter en ik ben Pride Ambassadeur sinds 2020. Ik ga graag naar de Pride om verschillende redenen. Enerzijds om aandacht te vragen voor onderwerpen die ons bezighouden. En dat kan heel erg uiteenlopend zijn: mentale gezondheid, racisme, discriminatie. Daarnaast natuurlijk ook om gewoon te vieren dat we zijn wie we zijn en dat wij er mogen zijn. Dat vind ik ook heel erg belangrijk om die combinatie te maken. Als er één ding is wat ik aan mijn jongeren zelf zou willen zeggen: ga lekker voor de spiegel staan, Tineke. En kijk heel goed naar jezelf. En zeg tegen jezelf: ik ben wie ik ben en ik mag er zijn. Dat zou ik zeggen. Het moment dat ik me echt voelde dat ik erbij hoorde, dat ik included was, ja, dat weet ik nog heel erg goed. Ik denk dat ik rond een jaar of 18 was. En ik sloot me aan bij de eerste Surinaamse homo-organisatie, de SUHO. En dat was ongeveer in 1980. En ik keek naar de mensen, mannen, vrouwen, transgenders. En ik had zoiets van, ja, ik ben onderdeel van deze community. En het was gewoon heel, heel fijn en warm, een warm gevoel. En daar heb ik nog altijd heel veel vriendschap aan overgehouden.